Hallo allemaal, ik ben van de Berber Bibliotheek. Mijn naam is Aziz Aynan en ik heb een prachtig boek in mijn handen, namelijk Hongerjaren van Mahmoud Choukri. Het is een roman geschreven door deze prachtige vent. Tot zijn 21ste was hij analfabeet en toen hij 38 was, debuteerde hij met deze onvolprezen roman. Het is een portret van Tanger, een Marokkaanse stad. En een portret over de rauwe stad. Eigenlijk is het een verhaal over de boer tot en met de hoer. En hij schrijft hun verhalen op in korte, uitgebeende en ook wel mooie zinnen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het vaak gelezen en ik hoop dat jullie het ook lezen. Berber Bibliotheek. Dank jullie wel.